Parlementariër Stephen Sang van de Commissie van Rapporteurs inzake de Wet Arbeidsinspectie vroeg gisteren in DNA aandacht voor de controleprocedures van de Arbeidsinspectie. Volgens hem is er in het verleden vaak misbruik gemaakt door individuen. Het is niet alleen een probleem bij de Arbeidsinspectie, maar bij alle controlerende instanties. Ik heb voordat ik in het parlement kwam heel veel gevallen meegemaakt waar winkeliers werden afgeperst door allerlei controleurs, ook de Arbeidsinspectie. Daartegenover staan ook geluiden van controleurs die worden omgekocht door winkeliers. Ik denk dat de oplossing in de procedures voor controles zit. En ik wil enkele voorstellen doen aan de regering ter verbetering, voorzitter. De arbeidsinspecteur dient zich duidelijk te legitimeren bij controle van een bedrijf. Dat staat ook in de gedragscode van de Arbeidsinspectie. Maar vaak wordt het niet gedaan en winkeliers weten ook niet of ze te maken hebben met een legitieme controleur of een oplichter. Daarnaast hebben arbeidsinspecteurs ook geen uniform wat bijdraagt tot de verwarring. Daarom vraag ik om voor het gemak de legitimatiebewijzen te voorzien van een duidelijk leesbaar nummer. De Charman gaf aan dat onder het werkgebied van de arbeidsinspectie wordt verstaan alle bedrijven op Surinaams grondgebied. Hij vraagt zich af als de parastatale bedrijven ook daaronder vallen. Als dat zo is, dan betekent dat dat de overheid inspecteert. Een dienst van de overheid, een andere dienst, een bedrijf in deze, dat is mede-inspecteert. En ik vraag mij af als dat wel een gezonde zaak is, een inspectie door jouzelf. Ten tweede, voorzitter, is in artikel 8 aangegeven dat een arbeidsinspecteur geen direct dan wel indirect belang mag hebben. En de vraag is, hoe willen we dat vastleggen? Hoe zou dat getoetst moeten worden? Betekent dat dat van tevoren zo'n inspecteur al zijn bezittingen, et cetera, zou moeten registreren en rapporteren, zodat wij weten wat inderdaad de man zijn belang is en dat dat inderdaad in nergens, in geen enkel ander bedrijf, de man een belang heeft. Parlementariër De Charman gisteren tijdens de behandeling van het wetsontwerp Arbeidsinspectie. Hij zegt dat er hele strenge criteria gelden bij de selectie van arbeidsinspecteurs. Charman vraagt zich af waarom er een tekort is aan arbeidsinspecteurs, terwijl het overheidsapparaat uitpult van ambtenaren.